Als je hem vasthoudt, dan laat je los. En als je hem loslaat, dan houd je dat vast. Dat fokt met je brein, jongen. Het is reverse. Bro, bro! Hij heeft zijn controller gemold. Nee, die controller heeft al zoveel klappen gevangen, joh. Dat ding is van ijzer. Dames en heren, van harte welkom terug bij Legends of Gaming. Het is weer zaterdag, het is weer tijd voor een Mystery Legends. Willen de mensen die in de Danger Zone zitten even hun hand opsteken? Dit is gewoon heel pijnlijk. Dit is gewoon heel pijnlijk. Ja. Ik accepteer het gewoon als een man. Matty, je kan dit, gast. Matty, je kan bro, dit. Ik ga er niet uit. Ervaring. Ervaren. Elke week word ik beter in die Danger Zone. Laten we de Mystery Legend gewoon eruit dieven, want ik wil blijven. Ja, ik vind het goed. Ja. Kom goed. Wat ik nu wel even moet vertellen. Voorheen is er een giveaway geweest op de Instagram van Legends of Gaming. En dit is de winnaar daarvan. Hartstikke mooi. Maar... Nog één. We gaan namelijk een muis weggeven. En dat is de Omen Reactor. Wil jij die winnen? Ga dan even naar de Instagram van Legends of Gaming. Linkje staat onder andere ook in de beschrijving. En doe wat daar gevraagd wordt. En dan maak je kans om hem te winnen. Goed. Jongens. Ja. Goed. Ja. Het wordt tijd voor de Mystery Legend om aan te schuiven. Oh, tuurlijk! Hebben we enig idee? Gerard Joling. Visionator. Nou, Peter Piet is er al eigenlijk. Hè. Dus dan Peter Piet is er al. Ja, dan heb ik eigenlijk geen gokjes meer. Hey, ik hoop gewoon niet dat het echt zo'n belachelijke gamer is die gewoon 24-7 aan het gamen is en daar YouTube-video's van maakt. Ja, het is wel Legends of Gaming. Hè. Kijk, hoe serieus het zit hem in de naam. Ja. Ik heb echt geen idee, bro. Ronald. Pim is terug. Ronald de Boer, ja. Ik zou zeggen, Mystery Legend, komt u maar naar voren. Ik weet het niet. Wie is dit? Ik heb een heel sterk vermoeden. Waarom heeft iedereen dezelfde achtergrond altijd? Ja, ik weet het ook niet. Wie is dit? Maar weet iemand wie dit is? Duncan weet het misschien. Ik denk dat ik het weet. Wie denk je dan? Ja, nou, Mystery Legend, laat je dat maar zien. Niet, ouwe. Ik zei het Jeremy had gelijk. Matty gaat van zeggen, één van ons gaat eruit vliegen. Ja, dat vermoeden heb ik ook, ja. Ja, man. Ja, Ronald, hoe is het, bro? Goed, met jullie? Ja, goed. Lekker, man. Ja. Leuk dat je erbij bent. Ja, dank. Vonden jullie het even zijn intro met die drie screen? Ik dacht dat het een witte muur was, man. Ik dacht het ook, witte muur. Witte muur? Ja, maar door de groene reflectie. Ja. Nice, man. Hey, jongens, jullie gaan Mount Your Friends 3D spelen. Hebben jullie daar een beetje ervaring mee? Ja. Wat is dat? Ik heb de vorige Mount Your Friends gespeeld. Ik ken dat niet. Waarom ken iedereen dat? Jij kent het toch niet echt, Joost? Ja, nee, ik heb de 2D Mount Your Friends gespeeld, niet de 3D. Dus dit is nieuw voor me. Nee. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. Jongens, ik wens jullie veel succes. Ja. Dank je. Succes, boys. En dan gaat het publiek gaat gewoon lekker achterover zitten. Ja, wij gaan lekker chillen. Succes, boys. Dat vinden jullie lekker. Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. De spannendste dag van de week. Er gaat helaas weer iemand het spel moeten verlaten. Of niet, QC? Ja, ik heb er gewoon geen geloof in, man, bro. Dat vind ik jammer, man. Ik ben er ook, hè. Ja, maar kijk, Joost en Ronald, hun game al, bro, hun kennen elke spel op Steam, bro. Hun hebben ook elke spel gewoon in hun library staan, ik zweer het. Oké, ik ken dit spelletje, maar ik ga jullie geruststellen, ik kan niet met controllers werken. Wat denken jullie, jongens? Ik denk toch wel, dit zijn toch wel games die Ronald goed kan of zo. Dat is wel waar, ja. Dit is wel zijn categorie. Ik vind het heel moeilijk. Ja, we spelen zo 2 rondes van Mount Your Friends 3D. Ik kan het niet eens zeggen, joh. De bedoeling is dat je ziet een geit en dan ben jij aan de beurt en dan moet je er soort van boven komen. En dan is je beurt voorbij. QC, je moet gewoon klimmen. Je klimt op mannen. Degene die als laatste over is boven, die wint ronde 1. En die wint ook het spel. Ja. Dus dat is wel even belangrijk voor de stand in totaal. Joost, vooral voor jou. Jij staat er heel goed voor. Ik heb nog 0 wins, maar ik moet eerder naar onder kijken. Want in de tweede ronde gaat het erom degene die als eerste afvalt ligt uit het spel. Oké.
Oh, dus dan is, kan het ineens heel snel klaar zijn als je eerste beurt al gewoon vernaait. Okay. Hebben jullie al dat beginscherm voor jullie? Ja, dat hebben we voor ons, Jan. Ik zie wiebelende mannen, joh. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, jongens. Het is een soort van dik led, maar dan op steroids. Ja, dat is het, ja. Ja, dat is het ook. Wat is dit, man? Zijn jullie ready? Want dan kunnen we wat mij betreft gewoon beginnen. Gast, Matty gaat dit acen, gast. Ja, denk je dat hij hem onder controle heeft? Aced. Kijk, 2D was best te doen, maar 3D is volgens mij best lastig, hoor. Wie is rood? Jo, ja, ik ben rood. Ik ben rood. Kijk. Oh, ja, kijk. Oh, okay. Dit is best wel pittig, jongens. Je hebt 40 seconden voor je set, voordat je reservetijd ingaat. Oh. Dit is best wel pittig. Kom op, John. Wat is dit Oké. Dit is mijn eerste set. Oh. Dit is mijn eerste set. Maar stopt er die vanzelf of klik je op een knop? Nee, je moet op driehoekje drukken. En dan freeze die. Op I, dan freeze die, dan is je beurt klaar. Maar je bent al... Wie is Groen? Je bent al begonnen. Oh, ben ik. Oh, kut! Maar is het niet zo dat als je als laatste bent, dat je dan... nog hoger kan, omdat je op de ander kan klimmen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Je moet hem echt zo'n enorme toren creëren. Maar dan als je als eerste bent, verlies je toch altijd? Nee. Want uiteindelijk ben je gewoon weer aan de beurt. Oh. Het gaat eindeloos door totdat iemand gewoon afvalt, zeg maar. Oké, als je ze loslaat, dan ga je voor. Oh, wat gebeurt hier? Ja, oké. En dan moet je loslaten en dan grab die. Oh my god, dude. Yes. Okay. Hij knuffelt die geit. Oh ja, je moet hem loslaten. Dit is raar. Je hebt nog 15 seconden, Matty. Oh, wat je reserve tijd. Kom. Laat los dan. Matty. Bro, ik snap nu al helemaal niks van. Bro, wat zie ik? Degene, bro, ik weet niet wat de maker van dit spel heeft gebruikt, bro, maar... Je hebt allebei je handen vast op de grond. Over. Je moet je handen loslaten. Je reserve tijd zien gaan, Matty. Oh, ja, ik zie het, maar ik zie niks. Wat gebeurt hier? Oké, ja. Perfect. Ja. Lekker. Ik heb al mijn reserve tijd verkloot, maar yes. Oké, Ronald. Nu is het mijn tijd. Even kijken. Kom op. Ja, dan gaat hij. Oh, nee. Hoe klimmen jullie dan? Ja, ik klik het. Gewoon wat je gaat, man. Kijk hier. Ja, man. Kijk dit. Ja, ik heb dit spel nog van controllers. Was dat Ronald? Ja, oké. Nu gaat Q. Kijk hem gespannen zijn. Ik speel veel van zulke spellen. Dus, waarom snoer je dit soort spellen? Je bent er 5 minuten in, je gaat je eerste win zo pakken, jongen. Omdat ik geen andere game speel. Ik ben niet goed. Je bent wel goed in dit, Ronald. Ben je lekker omhoog gaat. Ben je lekker die geit aan het knuffelen, Q? Bro, hoe de fuck gaat je? Jij hebt wel mooie billetjes. Mooie gespierde billetjes. Wat doe jij? Ho! Oh my god, dude. Ja, perfect. Ja, dit perfect. Is hem. Dit is hem. Heel goed. Oké, okay, ja. Goed, oh, je moet die L vasthouden, ja. Oké. Okay. Ja. Oh. Nou. Wees één met je karakter. No! Oh, nee! Ja, hij wordt gek. Hij wordt helemaal gek. Hoe klem ik mezelf vast? Ja, door los te laten voor mij. Als je hem vasthoudt, dan laat je los. En als je hem loslaat, dan houd je vast. Dat fokt met je brein, jongen. Het is reverse. Bro! Hij heeft zijn controle gemold. Nee, die controle heeft al zoveel klappen gevangen, joh. Dat ding is van ijzer. Ik word rot op, man. Ik krijg helemaal niks meer voor elkaar, man. Nee. Q kan er niet van. Q doet het ook niet meer. Hij doet het niet meer. Hij doet het niet meer. Je hebt te hard geslagen, QC. Zoek een nieuwe snel voordat je voor ronde 2 Nou, play 4 is af, joh. Dat betekent niet dat Q al uit het spel is, hè? Nee, we moeten verder. Oké. Okay. Oké, Joost, je hebt getraind voor het is net in één keer gelukt. Oké, I got this, oké. Ik moet even wennen aan het feit dat het andersom is. Ik hoor ook van die gekke geluidjes in mijn Ja, je hoort van die fapgeluidjes. Ja, echt van die vieze fapgeluidjes. Oké. Okay. De toren is omhoog, joh. Kijk maar eens staan. Ronald, kijk hoe goed deze gasten zijn. Ja, man. Is niet normaal. En die man had een erectie, man. Oh my god. Hey, Ronald, wij zijn even het voorbeeld, weet je. Ja, wij zijn het voor... Oh kijk my hoe god. Goed je dit doet, joh. Oh, Ronald, nee! Nee, dit ben ik niet! Oh, wacht, ben dit is Matty! Dit is Matty! Maar ik heb heel weinig tijd. Mijn reservetijd is al soort van op door die eerste... Ja, mijn reservetijd is helemaal het diepe. Je hebt altijd weer 40 seconden, hè, Matty? Is het zo? Ja, oh, ja, als die 40 seconden op zijn, dan gaat je reservetijd pas in. Hij moet ze allebei nu loslaten. Nu zit ik van vast. Ja, je R kan je wel vasthouden. Oh, ja, there you go. Kom, je kunt het.
Nog 10 seconden. You got bijna. This. Bijna. Voordat je reservetijd ingaat. Nu zit ik zat van eromheen geklemd, zie je dat? Ja. Nee! Oh. Oh, oh, nee. Oh, nee. Oh, chips. Hij ging zo goed, gast. Ja. Yo, kijk even naar het gezicht van QC. Ja. Die is gewoon compleet verslagen. Die zit alles te analyseren. Dit is nog niet te spelen. Oké, je hebt nog 32 seconden reservetijd, Mattie. Oh ja, dat is het. Mm. Ja, koppie. Mm. Bijna, kom op. Nee! Oh, elke keer als je valt, denk je, oh, ik moet klemmen. Ik moet hem vasthouden. Dat moet je juist niet doen. Ja, je moet juist loslaten. Om jezelf te saven. 20 seconden. Wees gewoon één met je karakter, oké? Okay? Ja, maar ik ging niet voor de win hier. Ik ging echt wel voor het niet verliezen. Oké, ja, maar dat is pas de volgende ronde. Hey! Ik ga er zo uit. Ja, oké. Okay. I'm Shrek out. Gaat eruit. Shrek gaat er helaas uit. Ik denk wel een vette handstand op het eind. Hey Joost, kunnen wij een deeltje sluiten dat je gewoon mij nu laat winnen? Want ja, maar ik wil die punten, Ronald. Let's be fair. Gun je mij de punten niet dan? Nou ja, ik gun je heel graag de punten, Ronald. Maar luister, die eerste plek die bouwt zichzelf niet, hè? Ik ben blij dat we gewoon een spelletje spelen die mij... Oh, deur, nee! Ronald. Nee, wat een zo'n grote mond! Wat is dit voor een grote mond, Ronald? Oh nee, kom op. Pak dat geitje bij zijn billetjes. Ja, ik probeer dat geitje bij... Maar mijn controle doet vaag! Maar als Ronald nu afgaat, dan wint degene die helemaal bovenaan staat, toch? Ja, die is door, ja. Die wint dan, die krijgt het punt voor de competitie. Ik neem gewoon... Ik had net gewoon een hele... Karma is dit, hè? Gewoon instant karma. Hoe zet je jezelf vast? Met wat? Ja, door alles driehoekje. Los te laten. Alles los te laten. Oh, en het spel stopt door het driehoekje. Oh, dat is het. Oké, okay, kom op. Dus Ronald, ga niet doen alsof je het niet weet. Oké, okay, Ronald, je reservetijd gaat in, jongen. Ja, I know, Joost! I know! Oh. Joost moet deze niet winnen, want heeft hij zoveel winst, joh. Oh, waarom is hij zo chaotisch aan het doen? Ik denk dat het zo'n gevalletje is van het ziet er makkelijker uit dan dat het ja. is. Ja, letterlijk. Wat ben je aan het doen die nu? Die karakter is zo fijn. Ja, hey, ja. Weet je wat mijn fout was? Ik hield de hele tijd de controller in. Oh. Dan laat je alles los. Ja, zo, ja, goed, ja, hoor. Nice. Netjes. Maar hoe zet je jezelf vast? Ja, alles loslaten juist. Je zet jezelf vast als je klaar staat met het driehoekje. Waarom mag ik niet? Je bent dood, QC. Je bent af. Oh. Huh? Joost, jij kan ook echt alles. Ik doe mijn best hier, oké? Okay? Kijk hier. Oh. Kijk hier. Oh, nog even verder, hè? Ja. Die 1 centimeter. Ja. Oh, maak hem nog even wat hoger. Wat een move, ook. Jezus, Joost. Maat. Ik maak hem even moeilijker voor jullie. Maat, kom on, dude. Het gaat nu nog tussen mij en Ronald. Oké, okay, okay. Laten we ervoor gaan. Wat zei ik je, Mattie? Ja, ik had ook wel dat vermoeden, hoor. Dit doen hun gewoon in hun vrije tijd. Hun spelen dit soort spelletjes in hun vrije tijd. Nou. Maar dit zijn prachtspelletjes, QC. Doei, Ronald. Nee. Oh, Ronald. Ronald! Wat doet hij? Waarom laat hij los? Ah, oh, nee. Hey, Ronald, je bent al wat voor je reservetijd kwijt, hè? Shut up. Je hebt nog 23 seconden reservetijd. Kijk, kom op. Misschien maak ik nog enigszins kans. Pak anders eventjes die rode bij zijn zwanes. Ja, ik ben druk bezig. Oh. Oh. Ik kan nog steeds, hoor. Los is vast, Ronald. Los is vast. Ja, dat vergeet ik dus de hele tijd. 20 seconden, oké. Kom met het puntje. Kom maar met het puntje. Kom op. Ik ga niet opgeven, hoor. Oké. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, 6 seconden. Oh. Oké. Maar hij gaat zo schuin nu. Dat is ook verraderlijk. Net zoals mijn Sunny. Ja. Ik weet nog steeds, tot op vandaag weet ik niet wat een Sunny is. Okay. Maar ik weet dat hij verraderlijk is. Ik vind het helemaal niks. Maar jij hebt nog 40 seconden reservetijd. Ja, ik klim gewoon. Het is even een beetje, je moet eventjes je hoofd omdraaien, dan heb je het al een beetje door. Wat gemeen. Oké, Joost. Je hoort echt gewoon die geluiden. Waarom ben je oprecht gewoon hier goed in? Omdat hij dit dagelijks speelt. Gaat hij nog hoger? Gaat hij kokkie doen? Zal ik kokkie doen? Nee, Joost! Joost valt mee, het valt mee. En dan denkt hij, oh, wat ga ik spelen vandaag? Mount Your Friends. Wat ga ik spelen vandaag? Oh! Hij lanceert zichzelf gewoon. Ronald, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het klimmen naar boven. Zie, jij kan het ook wel, Ronald. Ronald, nee! Wat doe je? Oh my god! Ja, sorry! Nee! Hij doet het weer! Ronald!
En dan laat hij te snel los. Ja, hij doet het weer. Ik denk echt dat het moeilijker is dan je denkt, man. Nee, hij moet het gewoon goed doen, gast. Ik zit op de bank, ik ga gewoon zeggen dat hij het beter moet doen. Ja, hij moet het beter doen. Want als je dat niet zegt, wordt er niet geschakeld naar de bank. Hallo, zwaai even, jongens. Oh ja, hallo. Hi. Wij zijn er, hallo. Los eerst af naar boven. Dat ja, kan. Ik weet niet eens hoe ik dat deed. Nou ja, zo dus. Ja. Nee, weet je wat ik blijkbaar fout doe? Ik hou die controles in. Ja, maar je moet ze loslaten. Je moet ze loslaten. En dat is niet... Maar het is andersom. Ik word al een beetje oppassend van die geluidjes. Ah, oh, ja, dat moet... Kom op, misschien... Hey, ik heb nog een paar seconden over. Ja. Is dit een reservetijd dan? Dit is een reservetijd. Dit is een reservetijd, ja. Oké, Joost, GG. Ongelooflijk. Punten. Lekker bezig. Punten. Kijk wat een mooie toren we hebben gemaakt samen met z'n allen, jongens. Nou, nu gaat het wel een soort van echt begin, hoor. Ja, ik ga lekker naar het publiek toe en even kijken wie van jullie drie het spel gaat verlaten vandaag, jongens. Dan ga ik je gelijk muten, dan ben ik er klaar mee, jongens. Jij mag nu, jij mag naar het publiek toe. Ik mag chillen, Kirsten. Hij heeft gewonnen, hij is de warrior. Ja, hij gaat nu tussen ons. Degene die nu laatste wordt, ligt uit Legends of Gaming. Oké, ja, jongens, het was fijn jullie gekend te hebben. Succes, jongens. Succes. Ik ben bang dat dit de laatste 40 seconden gaan zijn van QC, jongens. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Maar ik denk wel dat hij alles op alles gaat zetten om dit te fixen. Extra concentratie. Ja. Jongen, hij heeft het warm nu, want hij dreigt er nu omdat hij geen lunch gaat krijgen. Ja. Oh ja, inderdaad. Ja. Yes, jongens. We zijn al met z'n drieën over en het is nu echt klaar. Als je als eerste af bent, lig je helemaal uit het spel, uit Legends of Gaming. Ik zou het oprecht kloot vinden als ik er nu uit ga liggen. Je bent niet de eerste Mystery Legend waarbij dat gebeurt. Maar jij bent er goed in dit spel, Ronald. Ja, hoezo Ronald, goed? Maar is het maar nu? Maar jij bent druk. Maak je maar niet druk, Ronald. Zullen we op Ronald gaan, Q? Dat kan niet. Ja, kan niet. Jammer. Kijk, als jullie dat gedoen, ga ik op smerige manier spelen. Nee, doe jij je ding maar gewoon. Dat jullie echt moeten klimmen voor jullie leven. Doe jij je ding maar gewoon. Doe, ja, wij vechten het wel uit. Oké, okay, sure. Let's go. Oh, kom op, QC, je kunt het. Goed zo, rustig aan. Je hebt 40 seconden. Neem maar lekker je tijd, jongen. Neem maar lekker je tijd. Die piemel trouwens. Dat... Ja! Ik had er helemaal niet op gelet. Waarom doet hij niks? Als je op driehoekje klikt, als je boven zit, dan zet hij hem vast. Je moet dan gewoon de stick loslaten als je dicht daar in de buurt bent. Ja, driehoekje. En dan nu driehoekje. En dan ik moet je driehoekje doen. Ik snap het niet. Driehoekje nu. Driehoekje. Driehoekje doet van mij niet. Oh, je hebt ik druk op driehoekje. Ik druk op driehoekje, jongens. Spatie. Je hebt hem. Waarom moet ik het allebei ingedrukt houden en zo dan? Wat is dit? Maar wel die extra tijd. Goed zo, QC. Ja, kijk, 5 secondjes. Maar kijk, hij heeft hem wel zo next level kut neergezet dat het voor anderen nog moeilijk wordt. Kijk, daar komt Mattie. Hij heeft het gehaald. Dat is het belangrijkste. Dat is het ja, wel weer een reserve tijd naar de tyfus. Nee, dat is niet waar, hoor. Ik zet hem gewoon vast. Safe. Op safe. Okay. Hoe zet je hem vast? Op driehoekje. Maar moet je alles los hebben gelaten? Kom op, jongens. Hou het positief, hè. Ik zet hem even heel... Jij bent echt te goed hierin. Zet hem even smerig neer. Oké, okay, Jasje. Ik doe het wel zo, oké? Zijn jullie klaar voor? Zou ik het zo doen? Ja, we doen het zo. Oké, dan moeten jullie extra hoog nemen. Deze is niet smerig. Deze is wel gewoon chill om op te slingeren. Kom op, Q. Je deed net wel... Maar moest je net beide controles inhouden? Ik merk vooruitgang. Dat is het belangrijkste, toch? Die kop van Q. Jongens, ik ga gewoon rinspitten, hè. Je kan dit, jongen. Maar Joost, hoe moeilijk is dit nou? Want wij zaten zo te kijken en ik zei van, nou, is het echt zo moeilijk? Maar het moeilijke is, je bent gewend om je trigger in te drukken als je iets wil grijpen. Dat is wat je gewend bent. Maar als je nu grijpt, dan laat hij los. En als je loslaat, dan grijpt hij. Oh. Oké, okay, ja. Jongens, waarom is die controller andersom? Dat is het idee van de game. Jongens, ik word helemaal agressief. Ik ben Je kan nog, Q. Nee! Jongens, ik begrijp niks van deze tering game, man. Hey, QC, drie opgeven. Laat R2 los. Laat R2 los, man. Nee, rot op, man. Het is klaar, man. Hij pakt in. Hij is zo'n paniekgamer ook. Oh, 1-2. Man. Hij is een microfoon. Waarom doen ze die controles? Waarom doen ze dit? Waarom? Hahaha.
Ik hoor hem bij hem, dus. Die gaat veel naar bed, denk ik. Deze man, jongen. Dus! Daarmee is QC denk ik uit het spel. Ja, ik ben eruit. Lekker, man. Hey, ik hoef ook niet meer gespierde dickletjes in een string te spelen, man. Ik heb er helemaal geen zin meer in, man. Dus? Nou ja, jongens. Ik ben eruit. Ja. Maak dit me zeg maar geen gamer. Omdat ik een spel die snap waar je een of andere gespierde muchacho in een string zeg maar rond moet springen. Ja. Maar in ieder geval, jongens. Ik kan nog wel teruggestemd worden. Als jullie mij terug willen zien, stem mij terug. Haal mij terug en dan gaan we weer zorgen voor je gezelligheid. En dit was het voor mij, man. Ik was wel de eerste Mystery Legend die erin is gebleven. Maar nu weer eruit. Stem hem terug, zodat hij nog zijn lunch kan krijgen. Alleen daarom. Ik ga wel met een rot gevoel nu verder. Ik had je het niet... Nee, bro. Jij hoeft je niet rot te voelen omdat jij dit soort spelletjes dagelijks speelt. Je bent er gewoon goed in. Jij vindt het gewoon leuk om dit soort spelletjes... Hey, zeg degene die Stickfight heeft geoefend om in Legend of Gaming te komen. Bro, Stickfight geoefend, bro? Ik ken al die spellen niet. Ah, mensen, dat was hem. Ja, dit was hem. Tot volgende week. Ik wou nog een speech houden, maar we gaan... Hou jij nog maar een speech, vind ik wel leuk. Hou je speech maar. Jongens, ik vond het echt heel gezellig bij Legend of Gaming. Ik heb er altijd al ingewild en ik kwam er eenmaal in. Ik hoop dat ik volgend seizoen gewoon als vaste crew wordt gezet... in plaats van dat ik mezelf hoef te bewijzen. Maar dat is aan de redactie en het is aan jullie om mij weer terug te krijgen. Dus ik wil jullie bedanken. Ik word emotioneel. Ik ga naar beneden toe. Ik ga hamburgers eten. Ja. Tot de volgende. Later. You. Goedjes, Dave. Jammer, bro. Jammer, man. Yeah.